opa, wat is dit? Ja, dus, ja dit is. Dit, dit mag ik even goed doen, maar dit is. Dit binden dus insecten die ter hun, hun eikers liggen in een soort. Rag. Hè? Insectenrag, zeg maar. Dat spinnen ze en daar is ze de eikers in. En soms haast een beer, nou, je haast hem eigenlijk al, maar ze naar boven te zien. Die zit helemaal vol met. Eigenlijk mijn web en die ik. Dus dat is, ik denk dat dit de wilgenmot is, maar ik zoek het even naar je, Matten. Dat dit die vlinder is, uiteindelijk, die daaruit komt. En kan je daar ook kleren van maken, kleding? Dat het een soort net zoiets is als, weet ik, katoens zijn ook toch van die pluizen. Ja, katoen maken, ja. Kleding wel. Dat is zou dat hier van kunnen? Ja. Nou, het is... Misschien kunnen we op de merken wel wat verzinnen dat we dan een nieuw bedrijf met merken katoen. Er is, katoen. Alex, er binnen hier dus... producten of dingen die hier groeien, is bijvoorbeeld de listdodder, hè? Ja. De grote sigaar, hè? Die kerstel, die mooie bruine sigaar. De toerenbouw. Maar die zal heen, ja. Nou, die listdodder, daar ben ze nou mee bezig om de stof die erin zit te broeken van isolatie van wenningen. Wauw. Ja. Lekker. De wjatel van de listdodder, dat is een hele zetmeelrijke wjatel. Dus die ken je ik nog... In modern eten misschien, dat weet ik net zeker, hè, maar die zoon die ik nog broeken kennen in moderne tapwassing. Ja. Ja, dat ga ik trouwens proberen. Ja. Ik ben kok, dus ik lijkt me heel leuk om een keer met listdodders te gaan koken. Ja. Leuk. Ja, goed. Brand me net aan een brandnetel, die kun je ook eten, dus dan doen we die er wat bij voor de spijs. Ja. Ik zal hem maar eens even goed zien. Derde. Oh ja, daar zitten ze ook in. Dus al die rupsen derde. Ja. Ze kruipen ook echt. Dus, hè? Dat is een enorm... He, enorme web aan rupsen en zitten die daar dan ook om elkaar warm te houden bij elkaar? Of is dat, heeft dat er niks mee te maken? Dat als het koud wordt, ja, het is natuurlijk geen winter. Dus die houwelijk had ze dus voedsel mee kregen en ze eten dus uit de omkrieten. Maar is dit dan ook bijna een plaagfop? Want ze zitten helemaal vol, want dit is misschien wel bijna te veel. Nou, ik denk dat dit toch wel een wat, er was dus parasieten. Ja. En symbiose. Ja. Parasieten, die dan geeft de beer bijvoorbeeld deer. Ja. Maar symbiose is toch een soort van samen, dat ze beide oerleven. Dus de insecten oerleven het en de beer oerleeft het ik. Maar je had op een gegeven moment namelijk ook rupsjes met haartjes die afwaaiden en daar kreeg je heel erg jeuk van. Ja, dat is het eigen procesje dus. Ja, de proces, maar dit zijn geen processen. Nee, dit is net een eigen procesje. Volgens mij net. Even zien. Ze zitten helemaal vol. Het zijn gewoon gevulde zakken met... ja, ongelooflijk. Mooi beeld, hè? Ja. Als ze zo zitten, juist. Ja. We hebben het gevonden, hè, wat het is. Ja, dus, de binnen... Joyce, de binnenmeesken, hè, die weten alles hierbij. Ja. Ik weet van een hele grote dingen een liefst beetje. Ja. En dus, je moet ik echt, en dan moet ik op die, dat wil ik op die merken dwaan, waar we de specialisten die ik aan het woord lees, om te vertellen van wat het al een keer is, de details en zo, hè. Ja. Maar dit is dus inderdaad... Ik zei wilgenmot, maar het is de wilgenstippelmot. En dus, waarom? Hij heeft stippels ook. Ja, dit is voor de meesten heel makkelijk. Dat is een app en die heet Ops Identify. Ja, Ops Identify. Objecten Identify, Ops Identify. En de kerst bijna alle planten en op dieren. Op de foto zetten. En dan maak je de foto, als je iets net wist in de natuur. En dan laatst hem even in de app. Ja, en dan krijg je een antwoord van 100% zeker, 70% zeker, 30%. Dat is wel heel mooi. Ja, is heel mooi. Geweldig. Zo kan je ook leuk met je kinderen rondwandelen. Mijn dochter weet heel veel van planten. Die is 10 en die kent bijna alle bloemen. Zierig, dit is de beer. Daar zitten heel veel. Soms is de beer helemaal bedekt. Dan is het dus een soort weduwe. En zoals het hier zo vol, dat is bijna things van, oh, je ziet bijna wel een plaag, hè? Dat lijkt. Dus dan is het aan de biologen, ecologen, dat ze dan even, dat is een goede analyse, maar het is hier ook al een keer bronnetels. Ja. Dus ik denk dat hier wel iets verstoord is. Hier is een protte stikstof, hè? Als ik het zo zeg. Maar plassen krijg maar je ook brandnetels van, hè? Ja. Plassen mensen misschien hier ook wel allemaal. Nou, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Ja. Maar is er dus wel een natuurlijke vijand daarvoor? Ja. Dus binnen... Er zitten hier heel grote vogeltjes, maar is dat ene vogeltje, wordt die rupsen vreemd, is die hier onwerzig? Maar ja, je hebt ook dat je rupsen kan eten. Hè. Er zitten heel veel eiwitten in en dat is heel hip. Dus misschien kunnen we lollies van de leien maken met een motstippel rupsje erin. Ja. Ja.
Ik mag niet lachen op de video.